ben Pieter Straathof. De zaak heet Bloemenhof Leiden-Dorp. We hebben sinds 2 jaar ook een bloemenwinkel in Den Haag, in winkelcentrum Mariahoeven. Ik ben sinds 1997 ondernemer. Bewust gekozen voor een open pui, zodat de mensen voorbij lopen en veel impulsen aankopen kunnen. Goeiedag. Ik ben blij met de paar minuten spreektijd die ik heb gekregen van jullie en van Flori Ventura. Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Pieter Straathof, kwekerszoon. 10 jaar in de groothandel gezeten en nu 23 jaar een eigen bloemenwinkel in Leiden-Dorp en in Den Haag. Ik zit in de stuurgroep van Flori Ventura, locatiecommissie van Rijnsburg en bij het VBW, onze brancheorganisatie, in de groep inkopende bloemist. Ik spreek namens heel veel collega's, inkopende bloemisten, oud-collega lijnrijders, en kleine en grote exporteurs die op Rijnsburg inkopen. Ik zou bijna zeggen, help ons. Hou Rijnsburg zoals dat die was als voor de corona. Laat fysiek en digitaal samengaan. Ga door met het plannen van landelijk veilen, maar met Naaldwijk en Aalsmeer, maar hou Rijnsburg apart. En laat de markt zijn werk doen. Geef het 2-3 jaar de kans en ik ben bijna zeker van dat Rijnsburg klanten erbij krijgt. Als straks de corona voorbij is, zit die tribune weer vol. Degene die er zit betaalt graag 1000 euro. Dus als we 200 man zitten, hebben we 200.000 euro om de kosten te betalen. Als er 400 man zit, kunnen jullie dat beter uitrekenen als ik. Maar laat Rijnsburg intact en laat de markt zijn werk doen. We hebben Rijnmaas, 100 kilometer dichterbij hebben we Ede. Nog 100 kilometer dichterbij hebben we in het middenhart van de bloemen en planten, teelt en handel, hebben we Rijnsburg liggen. Waar ook een hoop export is gevestigd. Gebruik Rijnsburg wel mee in het landelijk veilen als hub. Dus de plannen die jullie hebben kunnen hiermee gewoon doorgaan. Maar laat Rijnsburg fysiek en digitaal samengaan. En help ons verdienmodel niet om zeep. Ons verdienmodel is op Rijnsburg fysiek kopen. Degene die op Rijnsburg zit in te kopen, zitten met 1 of 2 inkopers. Dat zijn de kleine en middelgrote bedrijven. We kunnen met 1 persoon het hele assortiment bij elkaar kopen. In een split second kunnen we beslissen, kopen, omschakelen en als 1 inkopende partij van een bedrijf heb je het hele assortiment in 1. Het sleutelwoord in deze is overzicht. Je hebt 7 klokken en je hebt overzicht. Je zit op klok 1 en 2 te kopen, je ziet wat klok 7 wat er aankomt. Het is schakelen, is kopen. Dat is niet te doen vanaf een laptop. Of straks, sterker nog, als we landelijk gaan veilen en we hebben 20, 30 klokken en je hebt 1 inkoper, dan is het geen inkopen meer, maar dan is het aanschaffen. Die licht ik graag op een ander tijdstip een keer toe. Dus voor ons is dit niet te doen via de laptop. Jullie mogen en kunnen ons niet vergelijken met de grote jongens die inkopers hebben. 1 of 2 inkopen per productgroep. Die zitten gewoon met 10, 12 man in te kopen. Wij, eenmanszaken, zijn bedrijven die als 1 inkoper alles kunnen kopen. Voor ons is dat niet te doen via COA of dealingrooms. Jullie mogen ons niet vergelijken met de hele grote jongens die grote dealingrooms hebben en die daar met meerdere inkopers zitten, misschien wel per productgroep. Als we straks naar het landelijk veilen gaan en we moeten 20 of 30 klokken als 1 persoon inkoper gaan bedienen, dat is geen doen. Dan is het geen inkopen meer, maar dan is het aanschaffen. Dus dan zijn we het overzicht zijn we kwijt. En het is een oneerlijke concurrentiestrijd tegenover de grote jongens die per productgroep meerdere inkopers hebben zitten. En vergeet niet, de grote jongens zijn ook klein begonnen. Naar aanleiding van het stukje van mij in de Bloemenkrant ben ik door heel veel kwekers en kopers gebeld die het eens waren met mijn visie. Kleine kwekers voelden ze eigenlijk niet gehoord door Flora Holland.
Er zijn heel veel kleine kwekers zijn er al gestopt met aanvoeren en die zijn naar de commissiehandel gegaan. De commissiehandel is jullie klant, maar ook jullie concurrent. Er schijnt op Rijnsburg al 8 tot 12 miljoen aan zomerbloemenhandel verdwenen zijn. Er zijn heel veel kwekers zijn er al gestopt. Ik sprak een kweker uit Eelde en die wordt minder gewaardeerd omdat zijn product niet meer voor de klok komt. De rommelkweker wordt juist met mooie foto's wordt goed gewaardeerd. De goede kweker met slechte foto's wordt slecht gewaardeerd. En dat is eigenlijk ook een oneerlijke concurrentiestrijd. Dus laat digitaal en fysiek samengaan. Geef de seizoensproducten een etalagefunctie, een platform en laat de markt zijn werk doen. Ik heb zelf ook veel kwekers gebeld met de vraag, zijn jullie bereid straks met landelijk veilen om jullie aanbod te blijven veilen op Rijnsburg? Dus we moeten het apart zien, landelijk veilen, Naaldwijk en Aalsmeer en Rijnsburg apart zoals het nu is. Heel veel kwekers die zeggen, uiteraard, wij willen onze klanten op de beste manier bedienen. En dat is op Rijnsburg ook veilen. Er gaven ook kwekers aan die juist de beste producten naar Rijnsburg brengen. En de andere producten, de wat lichtere spullen, naar Aalsmeer. Of andersom. Die bewijzen zijn er. Dus ze zien het als diverse markten. Dat vervalt en die sneeuwen dan straks onder in het grote landelijke systeem. Waarom Rijnsburg? Rijnsburg, de beste logistieke veiling. Alle koelcellen achter de klokfronten. De minste fouten in de verdeling en de veiling die voor de corona ook nog fysiek was. Naaldwijk en Aalsmeer zijn al 5 of 10 jaar aan beeldveilen. De beelden kloppen nog steeds niet. Vraag het onderzoek aan Flori Ventura van de heer Gerrit Voogd. Het is gewoon drama met de foto's. En dan willen jullie seizoensproducten landelijk gaan veilen. Geef het gewoon een platform en een etalagefunctie. Ook roep ik jullie op om er eens over na te denken om 1 plantenveiling te maken. En dan seizoensproducten, dus digitaal en fysiek, samen te laten gaan. Geef de producten die het nodig hebben een etalagefunctie. Geef de kopers wat ze willen. En fysiek en digitaal kunnen samen gaan. Maak er 1 plantenveiling van. En ja, iedereen die wil daar ook graag voor meebetalen. Ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En ik snap uiteraard de maatregelen die jullie genomen hebben met betrekking tot corona. Alle lof ervoor. We weten ook dat de corona straks weer voorbij is. En dat we door moeten gaan met de toekomstvisie. Ik nodig jullie bij deze uit om een keer op de klok te komen kijken. Een keer in de winkel te kijken. Dan kunnen jullie zien tegen wat voor problemen ik en mijn collega's, of mijn collega's en ik, tegenaan lopen. En dat ik hier geen grapje sta te maken. Dat het echt een serieus probleem is. En ik hoop dat we met z'n allen kunnen zoeken naar de juiste oplossingen. En gooi geen oude schoenen weg voordat de nieuwe zijn ingelopen. Jullie gaan veel te snel met de plannen die er nu liggen. En jullie moeten vooruitdenken en niet nadenken. Want nadenken moet de concurrentie doen. Ik hoop jullie snel te zien op de klok of in de tribune. En bedankt voor de aandacht. En ik hoop dat we er wat mee kunnen doen met z'n allen. Bedankt, tot ziens.